Een amusementshal aan de boulevard van Scheveningen. Wekelijks lopen hier duizenden mensen naar binnen om even een spel te spelen. Op de overbekende flipperkasten en fruitautomaten en ook de computer- of videospelletjes. Ze zijn er in alle soorten en maten, van Pac-Man tot complete ruimteoorlogen. Hoe vaak kom jij hier nou? Ja, soms elke dag. Hoeveel gooi je er nou gemiddeld in? 25 gulden ongeveer. Per dag. 50? Ja, 25 per dag. Hoeveel geef je nou gemiddeld uit? Die 3 keer per week. 6 gulden. Hoeveel geld geven de mensen nou gemiddeld uit? Heeft u daar enig idee van? Nou, gemiddeld door elkaar genomen tussen de 5 en de 10 gulden. En hoofdzakelijk aan videospelletjes of niet? Ja, videospelletjes, maar ook de kinderspelen en die autorijspellen en zo. Dat is ook leuk hoor, voor de jongelui. Dank u wel. Videospelletjes worden niet alleen in amusementshallen gespeeld. Honderdduizenden spelen ze thuis, aangesloten op de tv. De heer en mevrouw Van Diezen en hun kinderen zijn uitermate bedreven videospelers. Ze doen zelfs mee aan wedstrijden. En dan moet je elke dag oefenen. Hoe vaak speel je nou per week? Nou, elke dag. Hoeveel uur per dag? 2, 3, 4 uur hangt er vanaf hoe druk het is natuurlijk. Overdag wil ik nog wel eens met de oudste spelen. En 's avonds na televisie. Een soort verslaving? Ja, net als roken. Ja? Ja. Wie bedenkt die computerspelletjes eigenlijk? In Nederland gebeurt dat onder andere hier bij Philips in Eindhoven. Een ploeg van computerdeskundigen is dag in dag uit bezig met de ontwikkeling van nieuwe spelletjes. Hier zitten de breinen achter de schermen van de Nederlandse videospelletjes. Bent u nou de Nederlandse Willy Wortel? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Wil je ontwikkelen hier videospelletjes? Hier worden de videospelletjes gemaakt, ja, en getest ook vooral. En wij zijn er nu net een nieuw spel aan het uittesten op dit moment. Wat voor spel is dat? Dit is kleiduivenschieten. Dat is nog niet in de handel? Dat is nog niet in de handel. De ontwikkeling van een nieuw spel duurt gauw 9 maanden. Van het idee worden eerst tekeningen gemaakt op papier om een indruk te krijgen van het spel. Dan gaat de elektronica er zich mee bemoeien. Het spel wordt geprogrammeerd in de computer en op een tv-scherm wordt stap voor stap nagegaan of het technisch kan en wat er verbeterd kan worden. Dan volgt een fase van voortdurend testen en schaven. Ook door consumententeams. Als dat allemaal goed uitpakt, wordt het nieuwe spel in een chip geprogrammeerd. En die chip vormt dan weer het belangrijkste onderdeel van de spelcassette. Nou zit u hier de hele dag in dat gepiep en het getest, u ziet die beeldschermen de hele dag. Heeft u die dingen thuis ook? Ja, ik heb die dingen thuis allemaal staan. U bent echt spelletjesgek? Ik ben helemaal spelletjesgek, ja, dat kan je wel zeggen. Ja? Ik niet alleen, mijn kinderen gelukkig ook. En er worden thuis hele spelletjes bij ons gespeeld, ja. TV-spelletjes hebben het nadeel dat je ze niet kunt meenemen. Veel jongeren hebben dan ook videozakspelletjes bij zich. Je komt die LCD-piepers werkelijk overal tegen. De Consumentenbond en een speciaal testteam van Jezietmaar onderzocht videozakspelletjes. De Consumentenbond liet 30 spelletjes in de prijsklasse van 35 tot 80 gulden testen. En ook het Jezietmaar testteam keek naar de deugdelijkheid van de spelletjes, onderzocht hoe makkelijk of hoe moeilijk ze zijn. En ook hoe saai of spannend. Het zou een gepiep van je welste worden. Nou, de test van de videozakspelletjes die gaat nu beginnen. Piep hem maar. Hey, wat voor een spel doe jij nou? Submarine. Wat vind je van het spel? Stom. Wat voor een soort spel is het? Bommen moet je gooien, schieten op een boot. Vind je niet zo leuk? Nee. Nou, deze zit veel sensatie in. En die is zo simpel. Waar let jij nou op, hè, als je zo'n spelletje moet testen? Nou, of het moeilijk is. Zijn ze moeilijk? Nou, sommige wel, sommige niet. De knopjes moet je makkelijk kunnen bedienen. En
Je moet weten hoe het spel in elkaar zit, dan moet je gauw kunnen weten. Zit er nou een normale gebruiksaanwijzing bij? Ja, die zit er meestal bij, maar het is maar weinig dat het in Nederlands is. Meestal is het in Engels of de taal waar het uitkomt. Dat is een beetje onhandig, hè? Ja, heel onhandig. Dus een tip voor de fabrikant. Ja, om het Nederlands te doen. Van de 30 geteste videozakspelletjes kregen slechts 7 een voldoende. Dat zijn Turbo Drive, Donkey Kong Junior, Donkey Kong 2, Mario Bros, Mario Cement Factory, Mickey & Donald en Robert Maker. Het Je Ziet Maar testteam vond Donkey Kong 2 en Mario Bros de absolute toppers. Ze kregen allebei een dikke 8. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zelf net zo goed een nieuw videospel kunnen verzinnen. Nou, Je Ziet Maar heeft een prijsvraag uitgeschreven voor wie het leukste nieuwe videospel kan verzinnen. En er is al een jury voor samengesteld en je kunt echt de gekke prijzen winnen. De hoofdprijs is de Je Ziet Maar Willy Wortel trofee en een videospel homecomputer ter waarde van maar liefst 1000 gulden. Wil je meedoen aan deze wedstrijd, stuur dan je inzending voor 1 maart aanstaande naar postbus 6000 in Hilversum. En dit zijn de regels. Iedereen, jong of oud, kan meedoen. Het idee mag niet gebaseerd zijn op een bestaand spel. Het moet dus echt een nieuw videospelidee zijn. Zet het idee zo duidelijk mogelijk op papier en probeer te beschrijven hoe het spel eruit ziet. Stuur zo mogelijk tekeningen, foto's, videoanimaties of ander beeldmateriaal. En vermeld natuurlijk je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.